Maandagmorgen finishten de NHL-studenten van het MUX-team na hun Europese tour bij de thuisbasis in Leeuwarden. In ruim 50 dagen reisden de studenten in een camper door Europa. Ze gingen op bezoek bij universiteiten, voerden opdrachten uit ten bate van de Doe-een-Wens-stichting en ontdekten dat het samenleven in zo'n groep op enkele vierkante meters niet zo eenvoudig is. Er lukte van alles en er ging ook van alles mis. Na hun aankomst keek ik met de studenten terug op hun ervaringen. Daan, onderweg naar huis gegaan, dat is balen natuurlijk. Ja, dat was knap, goed balen zelfs. Heel jammer, maar op het moment dat je bij de dokter te horen krijgt dat er een longontsteking aan zit te komen, ja, dan is de keuze snel gemaakt. Ja. Hoe is het gelopen? Goed. We hebben alle weekchallenges hebben we voltooid en gedaan. We hebben ook onze doel van 4 bezoeken aan de universiteiten hebben we gehaald. En daaromheen denk ik dat we een hele mooie community gecreëerd hebben van mensen die thuis zaten en ons uitdagingen gegeven hebben. Was het thuis zitten niet veel moeilijker? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Zij claimen dat ze het zwaar hebben gehad. Maar voor mij was het natuurlijk ook ongelooflijk zwaar al die mooie verhalen elke keer horen terwijl je thuis zit. Nee, erg leuk. Wat was het hoogtepunt? Voor mij persoonlijk was dat het winnen van een fazant op een loterij in een klein plaatsje in Tsjechië. Dat was een toppunt van gastvrijheid en openheid van die mensen. We hebben volgens mij die hele avond niks zelf hoeven te betalen. En die mensen waren gewoon super blij dat er überhaupt buitenlanders in hun dorpje waren. En een vriendelijk gezin heeft het voor ons klaargemaakt. Die fazant met de fazanten die hun gewonnen hadden. Dat was een hele mooie avond. En wat was dieptepunt? Dieptepunt, dat hebben we denk ik niet echt gehad, maar wel een moment dat je denkt van ja shit, de benzine was bijna op en we stonden op een berg ergens in Frankrijk. En we hadden geen idee waar een tankstation was en het medetje stond gewoon diep in het rood. En het was wel even spannend, maar dieptepunt, hebben we niet echt gehad. Goed. Hoe is ie? Goed. En hoe is het geweest, jongen? Super, top. Prachtig. Was mooi. Vol kunnen houden in die camper met elkaar? Nou, dat was wel lastig. We hebben een paar mensen moeten missen. Daan. Ja, de laatste twee. Maar het was wel te doen. Het was wel lang, maar het was wel prima te doen uiteindelijk. Er zijn altijd wel een paar momentjes van wat spanningen geweest, maar dat heb je toch in een groep van 5, denk ik. Ja. Met zo'n lange trip als deze. Ik denk wel als ik het opnieuw zou doen, dat ik het dan wel in de zomer zou doen. Ja. Want de winter dat brengt ook wel toch wel een moeilijke tijd met zich mee dan. Dus zomer is gewoon een stukje makkelijker. Okay. Maar ik heb het was echt super vet. Okay. Hallo.